De Rembrandtbrug is toe aan een opknapbeurt, maar welke kleur krijgt de brug? De vrienden van de Rembrandtbrug zien het liefst dat hij wit blijft en daarom organiseerden ze samen met de JOVD, de jongere partij van de VVD, een actie om ook de verantwoordelijke wethouder Paul Laudy daarvan te overtuigen. Eerder deze week liet de wethouder al weten dat de brug zeker niet bruin wordt, maar lichtgeel. Die zogenaamde taankleur past in het bruggenplan van Leiden om het historische karakter van de stad te versterken. We gaan dadelijk met de wethouder op een pontje het Galgenwater overvaren. Waarna we 1000 handtekeningen die zijn verzameld door de vrienden van de Rembrandtbrug gaan aanbieden aan hem. Die allemaal zeggen van ja, deze kleurenwijzigingen, daar hebben we nooit achter gestaan. Laat alsjeblieft gewoon die brug wit. We hebben al heel veel bereikt en ja, daar zijn we dus ook erg blij mee. Maar we willen de wethouder, die straks komt, nog wel een aantal dingen meegeven. Het hangt er wel vanaf hoe hij daarop reageert of dat we echt stoppen. De wethouder baseert zich op een brug die in de 17e eeuw mogelijk ooit een keer bruin is geweest. Terwijl ja, in 1983 is deze brug waar we nu op staan, die is toen pas gebouwd. Dus daarvoor was er helemaal geen brug die bruin was. En daar ging een pontje. Nou ja, als die dan zo historisch correct wil zijn, laat dan laten zien hoe dat was. Dat was een pontje namelijk. Hebben de vrienden van de Rembrandtbrug nog reden om zich zorgen te maken over de kleur? Nou, dat denk ik niet. Ik geloof dat er wel nog steeds mensen zijn die het allerliefste zouden willen dat die wit geschilderd wordt. Dat gaan we niet doen. Leiden is een historische stad. Dat proberen we steeds te versterken. Dat doen we ook bij bruggen door ze te verven in een oorspronkelijke historische kleur. En dat betekent dat hij hier een taankleur krijgt. In dit geval, nou, laten we zeggen, lichtgeel gaat hij worden. Nou, we gaan dat straks de 3 P's noemen. Dat is de eerste P is van proefvlakken. We zouden graag de kleur die de wethouder wil als proefvlak willen zien. Maar ook nog wel vergelijkbare kleuren, omdat we denken dat het nog wat lichter kan. Dan willen we de P van participatie. We willen graag daarover meepraten, dat we echt met hem aan tafel kunnen zitten. De ene keer wordt er gezegd, hij wordt dezelfde kleur als de brug op de Morspoort daar. Nou, die heeft een andere kleur dan RAL 2014. De andere keer is het weer geel, gebroken wit. Het is gewoon niet helder wat het nou wordt. En de buurt heeft ook geen vertrouwen in dat het de goede kant uit gaat. Dus die willen eerst proefvlakken op die brug zien. En dat vind ik ook terecht. En vandaar ook deze actie vandaag. Ja, wit heeft nog steeds onze voorkeur. Daar zijn ook 1000 handtekeningen zijn opgehaald voor wit. Maar als er echt een compromis moet komen, dan willen we daar best wel over praten. Maar dan liever toch nog wat lichter dan dat gelige wat de wethouder heeft voorgesteld. Nou, het advies was oorspronkelijk een donkerbruine kleur. Want we weten dat die vroeger taan geverfd was. Dat is een beetje een raar woord, maar dat is een bepaald procedé waardoor je een kleur krijgt. En dat is een heel breed spectrum van dus heel lichtgeel tot heel donkerbruin. En het advies was oorspronkelijk om daar donkerbruin van te maken. Ja, daarvan zei de omgeving, dat willen we echt liever niet. Nou, en dankzij die input heeft dat nu tot een besluit geleid waarin we zeggen, we gaan hem lichtgeel maken. Hier naast ons zien we gewoon allemaal houten leuningen. Die worden dan wel de lichtere kleur die deze week is gelanceerd. Maar aan de wal heb je ijzeren leuningen bij heel veel bruggen. Eigenlijk om te zorgen dat je daar ook niet in het water kan vallen. Dat noemen ze popleuningen. Die zijn overal wit in Leiden, maar die wil hij dus zwart maken. Ja, we vinden dat gewoon veel te donker, veel te somber. Dus we hopen dat we daar ook nog wel uit kunnen komen. De proefvlakken, ja, die zullen op een gegeven moment sowieso al aangebracht worden. En de popleuningen, daarvan is de bedoeling dat ze zwart worden. Vermoedelijk ook niet alleen op deze plek. Die waren oorspronkelijk zwart. En dus is het ook in de lijn van datzelfde idee om ze zwart te gaan verven. En dat blijft zo? Dat blijft zo.